Nationale Stadion wordt zaterdag de belangrijke vrouweninterland Nederland-Italië gespeeld. De winnaar van het tweeluik gaat naar het WK. Oud-adelspeler Harry Melis zal één van de supporters zijn, want zijn dochter Manon staat in het rijtje topspeelsters bij Oranje. Ik heb 3 jaar bij ADO gevoetbald. Ja, dat was eigenlijk toen nog FC Den Haag. In die 3 jaar heb ik geloof ik een kleine 100 officiële wedstrijden gespeeld. In mijn 2e jaar ben ik clubtopscoorder geworden met 15 goals. Het had eigenlijk 16 moeten zijn, maar tegen Wageningen miste ik een strafschop. Ja, dit is de wedstrijd in 1980. Thuis bij haar vader ziet Manon tegen Ajax. En in die wedstrijd wonnen wij met 4-3 en ik scoorde 2 maal. Turbo aan. Zo langs Pietje Schrijvers. Kijk, en Roger Albertsen, Noor. Die schiet op doel. Ja, dan moet je er wel staan natuurlijk. Hey, mooi, ik juich hetzelfde als Van de Kerkhof, man. Zie je? Kijk maar, hier moet je kijken. Ja goed, ik heb 2 dochters. En de jongste, Manon dan, die is op haar 7e jaar gaan voetballen. En ja, op een zeker moment zie je natuurlijk dat ze talent heeft. Ja, dat gaat weer een mykje lang strek. Ja, ze spelen als net. Manon Melis is redden voor Elbe Malmö. Natuurlijk ben je trots. Ik bedoel, ze speelt in de top van het vrouwenvoetbal. Zweden is gewoon top. En in, zonder blufferig te doen, in Zweden is ze echt een hele grote mevrouw. Manon is 3 keer kampioen geworden met Malmö van de Liga. Ze is 3 maal topscorer geweest van de Zweedse competitie. Even kijken, 2010. Is beste speelster van de Zweedse competitie en beste aanvalster geworden. Dus ja, en topscoorde alle tijden van het Nederlands elftal. Ik dacht dat het nu een stuk of 53 goals waren. Lijken jullie op elkaar? Ja, qua speltype lijken we op elkaar. De snelheid. Ik denk alleen dat zij veel meer met het voetbal bezig is als ik was. Ik vond het allemaal wel best op een zeker moment. Maar als bijvoorbeeld bij haar een training niet goed loopt, dan kan ze ook flink de P in hebben. Ja, dat had ik allemaal niet. En nu hebben ze een belangrijke wedstrijd. Ja, ze spelen 22 november in het ADO-stadion tegen Italië. Vind ik natuurlijk hartstikke leuk bij mijn oude club. En 27 november spelen ze in Verona tegen Italië. Daar ga ik dan ook naartoe. Dus het zijn 2 topwedstrijden en het zou natuurlijk grandioos zijn. Als ze natuurlijk die WK voor het eerst halen natuurlijk.